Dag iedereen, welkom in een nieuwe video. Vandaag ga ik terug Fortnite spelen en we gaan landen op dit plekje zonder naam eigenlijk. Dus ja, iedereen is busdriver aan het bedanken. Bij 15 seconden ongeveer start alles. Dan gaat er waarschijnlijk al iemand dood zijn, meestal. En ik heb ook toen gekregen dat de Battle Pass donderdag start. Dus ik kan nog alle video's uploaden in tijd. Elke stijl zet, dus... Ik ga dan een dag daarna kunnen nieuwe video's maken en een keer streamen. Dus ja, dat is leuk, hè? Ja. Ik ben echt blij dat tijd gesteld is, want nu kan ik echt veel meer deze week uploaden. Want de video's ook nog in overschot al staan. Dus ja. Deze is nu even nieuw gemaakt. Dat komt eigenlijk. Ik ben naar huis geweest. Maar ik heb nu een nieuwe kunt maken en dat kost ik ook vertellen van 6. Dus ja. 0-0. Die goals waren echt. Sommige mensen die verwachten. Want die goals, als je daar iets ziet, die waren echt fucking. Het is raar, ik weet het, maar die waren eigenlijk gewoon. Ik begrijp er zelf niets van. Maar ja. Hoe dik wapen. Ik ging nog 15 mensen dood. En ik was even aan het denken over wat ik een klam. Wat is er nog nieuw? Ah ja, het is ook een 6-6 foto geleakt. Anders staat er daar copyright op of niet? Ik weet het niet. Oké, geen idee wat ik hem nog ga doen. Oké, ik ga hem wel om een andere keer doen misschien. Maar ja. Ik wil zeker zijn dat er geen copyright op staat. Hè. Het is heel weinig kans dat er op een foto copyright staat, maar ik weet nooit, hè, jongens. Het is eigenlijk cute met een soort. Een paard met. Ik weet niet, met party dingen zijn al. Een DJ eigenlijk, een paard DJ of zo. En die kubus, dus. Ja, ik weet het niet. Dus misschien. Is het iets met festivals of wat er gaat komen. Ik weet het niet. Dat zou wel best kunnen dat er iets met festivals komt in de plaats van aliens en al die shit dat ik gehoord heb. Oh, vloeken. Shit, ik ben er vloeken op YouTube. En we zijn hier ook nog niemand tegengekomen. Dus. Ja. Ik weet niet wat er komt. Meestal komen we wel iemand tegen, maar deze keer blijkbaar niet. Zo erg is dat niet. Even deze muur brengen om naar de auto te gaan. Oh, ik zie dat chest. Of wat, nee. Dat was die chest waarschijnlijk. Nee, dat was waarschijnlijk die chest. Anders zou die andere gast die sowieso meegemaakt dat dat chest was. Oh. Precies hetzelfde wapen. Oké, nog 50 mensen, dus we zitten aan de helft. En we hebben nog niemand tegengekomen, dus dat is redelijk makkelijk. Dus hopelijk komt iemand tegen, dan komt er terwijl we actie in het spel. Maar ja, Fortnite zonder actie, dat is, dat is niets, hè. Dat is lekker, Dat is lekker GTA zonder geweld. Ja, GTA zonder geweld is niets, hè. Stel je voor dat je GTA hoort bij je auto. En als Fortnite terug een beetje uit is, dan hakken terug GTA 5, de Rocket League en al die shit toe. En ja. Hopelijk vinden jullie dat leuk, hè. Hoop ik. Dat ik dat terug ga doen. Waarschijnlijk wel, hè. Oké, wat doe ik? Maar Fortnite is echt een grote hit. Nu word je eigenlijk gewoon als YouTuber verplicht op dit spel te opnemen. Of krijg je geen views meer of zo. Vlogs of wat van Enzo, die worden wel ook nog altijd bekeken. Maar van game. In game shit is Fortnite of niets. Hè. Als je Fortnite doet, heb je geen views tegenwoordig. Dat is echt.
Ja, ik heb maar nog één keer GTA Live gedaan als online was. En veel mensen hadden waarschijnlijk werken. Ik heb het in de eerste video ook gezegd. Ik upload nu veel meer. Want ja, de reden dat ik nu meer upload is eigenlijk door. Ja, ik heb een nieuw schema. Vandaag is het elke dag. Normaal was dat om de 2 dagen, maar vandaag nu even is het om de dag. Dus ja. Paddenstoeltje binnen nemen. Ja. Paddenstoel, ja, blauwe paddenstoel. Kun je die eigenlijk kapot maken? Waarschijnlijk wel. Ja, ik heb die al een keer kapot gemaakt. Maar mijn teammate wil runnen, dus ik ga maar voor hem. Ziet hij iemand? Ik denk dat hij iemand ziet. Waar zie je iemand? Show it. Show it. Sorry jongens voor de vorige video. Mijn stem was een beetje stil. Ik weet niet of jullie dat hoorden, maar ik heb de render niet echt goed ingesteld. Allee, op mijn GSM. Ik bedoel op mijn geluid, dus. Ja. Ik moet echt zo. Als je dat geluid inzet, kun je dat zo pimpen, dat geluid, snapte? Zo lekker. Dubbel zo luid zetten. En ik zet dat meestal zo, maar. Ja, maar normaal praat ik nu wel luid genoeg, want ja. Ja, ik maak nu altijd dat ik luid genoeg praat, maar vroeger was het altijd zo stil en nu praat ik ook duidelijker, zodat jullie me beter verstaan. Misschien heb je al gemerkt in de laatste video's, want ik heb ook meer Nederlandse kijkers, dus moet ik ook een beetje maken als ze me kunnen verstaan, hè. Want gewoon als een droog Fortnite-video is niets, hè. Is niets, ja. Dat is lekker, ja. Ja, maar dat is niets, hoor, ja. Meer is er niet over te zeggen. En ja. We hebben ook al een bolt, dus als iemand tegenkomt in de verte, ik kan hem direct met gemak afknallen. Dus dat is heel leuk. Als Vivi Matisse, die zat ook al in de vorige video's. Echt redelijk goed manneken. Ik bedoel, op Fortnite in tijd ken ik hem niet. Ik weet fuck niet meer wat die gast is. En ik moet de fuck minder vloeien. Maar ik weet totaal niet meer wat hij is, dus. Ja. Wat een toffe gast. Of kun je niet, misschien is de vrouw ook al zijn. We weten het niet, hè, jongens. Het kan van alles zijn. Tobias is echt zo'n robot. Je zou het eigenlijk verstaan, robots die Fortnite spelen. Die elk potje zo in. Dat zou echt wel leuk zijn. Maar, en we hebben hier ook iemand in het internaat die echt heel goed is. Die man van het internaat staat 5000ste van de wereld, van heel de wereld. Dus ja, 5000ste. Wanneer iemand op internaat die gewoon 5000ste staat. En dan 5000ste op wens. En dan, oh, fuck, mijn GSM. Dan op, op wat nog? Kels staat die 3000ste, voor de andere weet ik niet. Maar ik, ja. Ik record nu met mijn GSM, alleen ik bedoel mijn stem opnemen, want mijn microfoon op mijn computer is kapot, maar ik doe dat dan met een programmaatje die dat. Die daarna mij verbindt, snapte? Met mijn GSM en dan pakt hij de microfoon, maar stuurt hij dat door naar mijn computer. Ik weet het, het is raar om te horen, maar. Ik moet er ook drivers in al voor installeren. En als jullie dat ook wel, noemt WO Mic. Gewoon WO Mic. Dus de naam is redelijk simpel. Ik heb het ook al aan een vriend gegeven, altijd HD, spaas YouTube. Die staat ook in mijn good channels. Dat is, ja. Bob, ja, Bob. Ook redelijk goed jong, ook al denk ik een jaar bezig met YouTube. 150 abonnees, pijs ik. Rond dat getal. Oké, sorry. Ik weet niet wat het was. Oké, het is hier al een zware fight geweest, geloof ik. Het ligt hier overal loot en al die shit. Dan kan ik verwisselen. Ik vind bannetjes handiger, weet je waarom? Of. Ja, ik ga niet toch mee pakken, weet nooit. Dat kan je van eens een keer vuil doen, maar bij die kleintjes is het wel handig. Dan kan je al zo. Ja, als je het 60 hebt, kan je eentje opdoen en 75, maar anders bij die anderen moet je direct 100 pakken. Dus ja. Dan moet je altijd met je geweer recht zijn onder de trap. Onder de trap is het altijd gevaarlijk. Het lijkt meestal wel zo'n ammo box, maar. Nochtans is het altijd gevaarlijk onder de trap, ja. Dat is zo moe, jongens. Daar kan ik niets aan doen.
Het is zo'n hoen, ja. Dat kan gewoon niets aan doen, en nee. Ja, wat doet die man? Ik bukt, oké. Okay. Oh, we hebben hier ook een granaatlauncher. Zou ik die pakken? Nee, hij mag die hebben. Allee, pak die man. Oh, flink zo. Heeft een paar bommen in een paar plaatsen gepakt. Nou, dat begrijp ik wel. Ja, maar ik bedoel granaat. Granaatlauncher is altijd beter dan een granaat alleen. Hè. Allee, als je dat niet zou weten, dan ben je geen echte Fortnite player. Hier. Wat doet die guy? Wat doet die guy gewoon? Oké, okay, ik begrijp er niets van wat hij nu heeft gedaan. Oh, die gast wil hem... Ah, ik wil ook hem inbouwen ofzo. Zijn er mensen op komst? Ik denk van wel. Als hij wou dat ik hem inbouwen, dan zijn er sowieso mensen op komst, jongens. Dat kan gewoon niet anders, andere mensen op komst in. Oké, okay, dus... Alles aandacht te gaan, hè. Oh, 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 oh. Ja! Fuck. We zijn dood. Oké, okay. Dan zou ik zeggen, bedankt om te kijken naar deze video en tot de volgende video. Dag iedereen.